zelf een aantal amendementen en moties ingediend. En wat komt daarvan terecht, denk je? Ja, wij hebben 3 moties ingediend. Eén is voor het Stadsmuseum, eentje voor meer waardering voor het zorgpersoneel en eentje herijking gemeentefonds. Ik verwacht eigenlijk dat ze alle 3 zeg maar meerderheid gaan halen. Dus het Stadsmuseum, dat zou jammer zijn als dat verloren gaat voor de gemeente Almelo natuurlijk. Er is de afgelopen jaren heel veel tijd en energie ingestoken door heel veel vrijwilligers. En die bezuiniging komt natuurlijk wel hard aan. En er moet even intensief overleg gevoerd worden, zeg maar, hoe je een zachte landing kunt creëren voor het Stadsmuseum. En de BIEB? De bibliotheek is ingediend door de ChristenUnie. Zijn wij ook mede-initiatiefnemer van. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor en ook voor Kaliber Kunstenschool. Averdam? Averdam heeft niemand een motie voor ingediend. Ja. Oh, daar komt meestal geld weg. Ja, dat klopt. Maar er is natuurlijk in het verleden heel veel gebeurd bij Averdam. We weten allemaal zeg maar, dat de vorige directeur daar is weggegaan. Met een enorme vertrekpremie in verband met een nieuw elan. En vervolgens komt een nieuwe directeur die ook een gigantisch tiksalaris heeft. We hebben ook gezien dat ze 1,4 miljoen hadden opgespaard van de subsidiegelden van de afgelopen jaren in hun algemene reserve. Dus hebben ze nooit uitgegeven aan de activiteiten waarvoor eigenlijk de gemeente Almelo zo heeft bedoeld. En een paar jaar geleden hebben we natuurlijk ook nog gezien dat de naam moet worden veranderd van Scoop Welzijn naar Averdam. En dat heeft natuurlijk ook heel veel geld gekost. Dus de subsidiegelden worden voor hele andere doeleinden gebruikt als waarvoor eigenlijk de gemeente Almelo het heeft verstrekt. Dus ik denk dat dat een van de redenen is dat niemand een motie voor Averdam heeft gemaakt. Is wel jammer voor Averdam, maar ja. Ja. Hoe vindt u dat het totale verloop was van deze perspectiefnota? Het verloop was behoorlijk rustig en tam, vond ik. Op een paar uitspattetjes na was het best wel een rustige dag. Wel heel lang. Dus we zijn nu nog steeds niet klaar. We hebben al even een pauze. Maar ik denk dat het wel 11 uur 's avonds wordt voordat we hier klaar zijn. Okay.